hele goede morgen, lieve mensen. Vandaag is er weer een hele leuke dag, want vandaag gaan we Sinterklaas vieren met de baby's. Er zijn heel veel dingen gebeurd de afgelopen dagen. In de dagen dat wij niet hebben gevlogd, hebben ze best wel ontwikkelingssprongetjes gehad. Ze kunnen nu namelijk, tenminste Marley kan nu kruipen. Ja, en van zitten naar kruiphouding. Ja, ze kunnen alle twee kusjes geven. En Luna kan klappen. Het is december. We zouden in december... Andere kant. Oh, hi. We zouden in december de afspraak kunnen maken dat we 5 keer in de week vloggen. Ja. Is dat een idee? Laten we dat doen. Ik moet wel eerlijk toegeven dat december niet verder een hele speciale maand is voor... Ons. Kijk, de reden dat we ook minder vloggen is omdat elke dag anders een beetje op elkaar gaat lijken. Want daar is de zorg voor de baby's, ik werk. Ja. Maar ik kan me voorstellen, omdat het nu dan december is. Ja, ze zijn ook wat ouder, ze kunnen wat meer. Is het wel leuk om wat meer te vloggen. En we doen het echt alleen deze maand. Dus alleen deze maand gaan we dan 5 keer. Dus in het weekend zullen er geen filmpjes online komen. Alleen door de week zullen er filmpjes online komen. Nee. We gaan vandaag Sinterklaas vieren. Het is 1 december. Wij gaan het lekker in het weekend vieren. Dus de moeder van Thomas komt... Had je dit verteld? Ik was er mee bezig. Oh. Maar ik ga het wel verder vertellen. Okay. Dus mijn moeder die komt hier in de middag en dan is er een hele, zijn er ik denk wel 2 zakken vol met cadeautjes. Dat is eigenlijk altijd wel, elk jaar. Wij hebben ook cadeautjes, maar niet Wij hebben ook cadeautjes van de verjaardag van de baby's. Ze hebben nog niet alles opengemaakt. Nou, dat hadden we gekocht voor Sinterklaas. Nee, ja. We hadden het voor allebei gekocht, maar er zijn nog wat cadeautjes van hun verjaardag die mee zijn gegaan naar Sinterklaas. Omdat ze te moe waren om... de cadeautjes open te maken. En we hebben deze tafel leeggehaald. Ja, vertel even. Deze tafel, daaronder ligt een theedoos, er liggen afstandsbedieningen, daar liggen pennen, er liggen, onderzetters van glas. Die hebben we nu helemaal leeggehaald, want Marley die was zich de laatste paar dagen een beetje aan het optrekken ook aan het tafeltje. En ze zitten eigenlijk het liefst ook allebei daaronder te rommelen. En we vonden dat niet zo'n goed idee, want er liggen gewoon spullen die niet kapot moeten gaan omdat het onveilig is. En gewoon ook gevaarlijke spullen voor baby's. En dat slaat natuurlijk ook nergens op dat we dat hier zo in dit kastje hebben zitten, dus dat hebben we gewoon weg. Het is niet een kastje. Ja, tafel. Op zich zeg ik gevaarlijke dingen, maar dat valt ook wel weer mee hoor. Alleen de pennen die moeten daar weg. We gaan daar nu speelgoed doen, zodat als ze daar lekker rommelen, dan is dat allemaal geen probleem. Want het is toch allemaal baby speelgoed. Ik zit hier nu ook zo te blazen. Dus ik kan er blijkbaar niet tegen. Kijk. Als ik kan er nou tegen. Andere ook zo. Nu is het gewoon niet zo erg meer. En de billetjes. Ze is zo schattig. We moeten Looney wat meer op de grond laten liggen en wat meer laten rollen. Ik was heel erg snel geneigd om haar gewoon neer te zetten, want dat vindt ze heel erg fijn. Ze vindt het gewoon fijn om lekker te zitten, omdat ze dat gewoon goed kan. Het is eigenlijk hetzelfde als bij jezelf. Als je iets in de sportschool goed kan, ga je het vaker doen. En daardoor vergeet je de andere dingen. Maar goed, we moeten er nu dus wat meer laten rollen, zodat ze uiteindelijk gaat kruipen, want anders gaat het een... kontschuivertje worden. En daar was ze gisteren al mee bezig. Ik denk dat ze dat sowieso gaat worden. Ja. Yeah. En Marley die is wel lekker bezig met kruipen. Die is... Kijk, ze laat nu niet echt zien wat ze kan. Nee. Het is ook nog geen volwaardige kruip. Wat je verwacht van een baby eigenlijk. Maar ze komt vooruit. Kijk. Ze kan wel vooruit. Marley! Ja! Kom! Ga maar pakken. En dat moeten we bij Marley wat meer gaan oefenen, dat zij zeg maar zo gaat zitten. Zo. En dat vindt ze heel eng. Zie je? Ja. Helemaal stijf. Oh, laat me niet los alsjeblieft. En dat mogen we ook op onszelf oefenen zo, dat het in ieder geval wat hoger is. Want daardoor gaat ze dan eerder op de tafel doen. Zal ze sneller leren staan en lopen. En dat is precies de reden dat wij een fysio aan huis hebben.
Dat we gewoon prematuurtjes hebben die wat langzamer zijn. En dan kan zij daar wat tips bij geven. En dan kan ze in de gaten houden of het allemaal wel goed gaat. Want ik had gemerkt dat er nogal wat mensen zijn die vonden dat ze nogal wat laat waren. En moesten we dat niet laten checken. Maar we hebben daar dus gewoon een fysio voor aan huis die dat voor ons in de gaten houdt. En ook nog een kinderarts. We worden overal in de gaten gehouden. Ja, want we hebben niet alleen consultatiebureau, wat de meeste mensen hebben. We hebben dus inderdaad een fysio aan huis, we hadden logopedie aan huis, we hadden het ziekenhuis. Dan hadden we zeg maar nog het Leidse ziekenhuis en het Delftse ziekenhuis. Ze zijn geboren in Leiden, dus daar willen ze ze graag in de gaten blijven houden. Maar de meeste zorg is door het ziekenhuis in Delft gedaan, dus die willen dat ook allemaal in de gaten houden. Ze zijn een beetje laat. Ze zijn qua ontwikkeling misschien een beetje laat. Maar dat komt omdat ze 3 maanden te vroeg waren. Maar verder qua gewicht en lengte en zo lopen ze allemaal goed in ieder geval. Ja, en dan lopen ze een klein beetje achter met hun ontwikkeling lichamelijk. Oké, de baby's die liggen lekker op bed en wij gaan eventjes lekker lunchen. Onze eigen gemaakte avocado hamburgerachtig iets. We beginnen met een Italiaanse brol, Philadelphia erop met bieslook, een eitje met smeltkaas, spek, ui en als laatst avocado. Oké, ik hoor de baby's, dus we gaan ze even wakker maken. Ondertussen neem ik ook wat was mee. Dat heb ik net gevouwen, dus dan kan ik dat gelijk opruimen. Ik kan namelijk nooit de was opruimen als de baby's aan het slapen zijn, want dan maak ik ze wakker. Kom je? Ja. Babas! Babies! Babas! 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 Hey, goedemorgen! Ben je zo blij? Ben je bijna aan het huilen? Ja, hè? Blije baby. Hoe doet een vis? Zo doet een duizendpoot die schoenen poetser is. En dat is 1. En dat is 2. En voor je dikke, dikke, dikke tante Kay. En dat is recht. En dat is krom. En zo draaien wij het wieltje nog eens op. Ik zie nu dat ik gewoon ineens over ben gegaan naar het Sinterklaasfeest zonder ook maar iets te zeggen. Dus ik dacht, ik film nog heel even dit stukje ter verduidelijking van het vlogstokje. We hebben dus eventjes niet meer gevlogd, maar we gaan nu over naar het Sinterklaas gedeelte van de avond. Heel erg veel kijkplezier.
Vroeger hebben Thomas en ik alle twee, toen we jong waren, altijd deze geluisterd met Sinterklaas. Dus die hebben we nu ook aangezet voor de kindjes. Ze begrijpen het nu natuurlijk nog niet, maar is wel leuk voor als ze dat over een paar jaar wel begrijpen. Uitpakken. Wij gaan nu de cadeautjes uitpakken. We gaan eigenlijk gewoon Sinterklaas vieren nu met de familie. Ligt er allemaal klaar. Allemaal cadeautjes voor de baby's. En voor mijn broer. En voor mijn moeder. En voor mijn lieve vriendinnetje. En voor de lieve bebé. Dus wij gaan nu lekker cadeautjes uitpakken. Even genieten van de avond. We gaan even de camera er niet meer bij pakken. Maar we gaan zo meteen nog wel laten zien wat het allemaal was. Tot zo. Ondertussen hebben we lekker Sinterklaas gevierd en hebben natuurlijk heel erg veel leuke cadeautjes gekregen. Twee hele leuke broekjes voor de baby. En die dan in dezelfde, ja, in een andere kleur. Een boekje en sokken voor onszelf, wat ook wel heel erg handig is. Want die hadden we ook wel weer nodig. En ik vind dit merk sokken ook heel erg leuk. Ze hebben altijd wel hele leuke sokken, Happy Socks. Ik vind deze het leukst. Met die bloemetjes erop vind ik heel erg leuk. Thomas krijgt altijd boxers. Ik heb handschoenen gekregen. Wat ook wel heel erg handig is voor als ik met de wagen ga wandelen. Nog meer sokken. Sokken voor de baby's ook. En een boxer. Ook hebben we een waterkoker gekregen. En een bouwtoren. Achtig iets. Ook heel erg leuk. Een marsepeinen pizzaatje. Wij hadden voor de baby's zo een eet. Setje gekocht dat je het door de midden kan snijden en op een bordje kan doen met allerlei dingetjes erbij. Ze hadden ook nog een leuk puzzeltje gekregen. Ik kreeg heel erg veel de vraag waar deze puzzels vandaan kwamen en ik wist het niet, maar een andere kijker zei dat ze bij de trekpleister vandaan kwamen. Dus bij de trekpleister verkopen ze deze. Dan hebben ze ook nog dit speelding gekregen. Deze komt bij de Intertoys vandaan. En dat is gewoon met vormpjes en het geeft licht. En het beweegt allemaal. Ja, die vonden ze wel heel erg mooi. Nog een paar nieuwe boekjes, maar die liggen alvast daar. Nu is het tijd om naar bed te gaan. Ze zijn daar nog heel even een spelletje aan het spelen. En Looney, Parpy ligt hier nog heel eventjes lekker. Die is een klein beetje ziek. Die heeft een beetje last van diarree en een snotneusje. Maar voor de rest valt het allemaal wel mee. Ik ga er wel iets koeler kleden voor in de nacht. Ik krijg geen slaapzakje aan, omdat ik altijd een beetje bang ben voor kortstuipjes. En dan heb ik liever dat het één nachtje wat kouder heeft. En daar dan geen last. Sorry voor deze vertoning ook in de vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. We zien jullie gewoon morgen weer. Jazeker, morgen weer met een nieuwe vlog. Bye!